Een bank. Een bank is er voor mensen. Dat is van alle tijden en van alle landen. En dus ook van de Rabobank. Het begon allemaal dik een eeuw geleden, opgericht op het platteland. Door de gewone man voor de gewone man. Als een coöperatie. Dat was het idee. Iedereen die krediet vraagt, wordt automatisch lid en krijgt hiermee zeggenschap. Wij zijn een plattelandsbank. Wij drijven op de trouw van onze leden. Leden, ja. Dat is nog steeds zo. We hebben er zo'n 2 miljoen in Nederland. Maar we zitten als bank overal. Van Amsterdam tot Zambia bijvoorbeeld. Meer dan 40 landen. Kortom, we hebben een groot netwerk. Gezien onze historie is het natuurlijk niet zo gek dat we juist in de food- en agri-wereld erg betrokken zijn. Wat we in Nederland hebben geleerd, passen we wereldwijd toe. Want ja, je kunt ook kennis exporteren. Daar hebben we juist veel ervaring in. En omdat we in het buitenland aanwezig zijn, kunnen we in Nederland meer betekenen voor klanten met een wereldwijde blik. En dat zijn er steeds meer. Ook hele grote. We hebben een sterke reputatie in de internationale wereld. Zeg maar, toonaangevend. En met die invloed komt uiteraard ook verantwoordelijkheid. We hebben als bank daarom uitgesproken opvattingen. Over duurzaamheid. Over zaken doen. Over de samenleving. Samenleving is voor ons samenleven. We zijn een bank die de samenleving dient op allerlei manieren. Dat wielrennen bijvoorbeeld. Iedereen kent ons profteam. Maar we doen veel meer voor de wielersport. En trouwens ook voor andere sporten. Ja, hij heeft hier toch een kans hoor. Komt er goed doorheen de paas? Ja, schitterend. Oh, Nederland neemt hier de leiding. Wat fantastisch. Investeren in de bevolking en in de economie. Hier bij ons in het dorp, maar ook in de stad. En in het buitenland. Wat we daarbij belangrijk vinden, is participatie door alle medemensen. Mensen die recht hebben op financiële diensten. En recht op groei. Economisch, financieel. We hebben een breed assortiment voor allerlei soorten klanten. En voor die klanten kijken we vooral naar de lange termijn. Want stabiliteit is voor ons belangrijker dan de volgende kwartaalcijfers. En die begint met een gezonde balans. Het gaat ons om duurzame waarde voor onze klanten. Voor onze medewerkers. En voor onszelf. Van de mensen. Voor de mensen. Door de mensen. Dat is het idee.